Welkom bij een nieuwe editie van Cave Talk. Cave Talk is eigenlijk een livestream, maar helaas door omstandigheden is deze opgenomen. Mijn naam is Gerard de Greef, Fred Besseling, wij zijn de tafelhost van vanavond. En ik wil u graag voorstellen aan onze gastheer Theo. Theo, bekend van radio en tv. Niet voor het eerst. Niet voor het eerst, nee. Ja, een nieuw gezicht hier aan tafel en dan wel dat voor mij. Ja, ik dacht al, Frank is in transitie, maar... Ja, meer erover, zo meteen. Ik wil eerst de... Zou Frank ook een PSV'er geworden zijn? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nu hebben we het daar dan toch over hebben. We missen inderdaad een bekend gezicht en dat wel van Frank Wennekes. Frank was natuurlijk de host van het eerste uur van de livestream uitzendingen. Zeker. Ja, hij is er niet bij. Nee. Jammer. Maar wel te begrijpen, want Frank heeft het altijd super goed gedaan. Ja. En zoals je inmiddels zelf ook merkt, er zit heel wat tijd in. Ja. In het voorbereiden van die livestream. Ja, en op een gegeven moment kreeg hij het gewoon niet meer gepast. Ja. Dus heeft hij gezegd, het stokje overgedragen. Keuzes maken. En datzelfde geldt voor de ruimte. We zaten altijd bij Maarten. Nou, dat was perfect. Ja. En dus hebben we in één keer, zijn we nu in een andere studio van Hoogvliet. Ik denk niet dat iemand er erg in heeft, hoor. Nee, het maakt verder niet uit. En jij gaat Frank gewoon goed opvolgen, Gerard. Ik hoop het, we zullen het meemaken. Ja, natuurlijk, Frank Wennekes. En Maarten, maar natuurlijk ook Jermaine, want op de achtergrond, hè? Ja, Jermaine is natuurlijk een topper, maar die was vooral voor zijn gulle glimlach, maar was gewoon ook een topper. Ja. Nou, heel mooi. Goed, wat kunnen jullie vanavond van ons verwachten? We beginnen met Kooi Cave nieuws, mededeling van bestuurder, agendapunten, Kooi shows, cursussen, etc. Vervolgens gaan we over op de nieuws van de chapters. En mededelingen van de regio's en van de cavemannen en vrienden van de Kooi Cave. En natuurlijk hebben we dan ook nog een technisch item en de polentrips. Nou, laten we dan beginnen met de Kooi Cave nieuws. En wel met de sponsors. Ik heb ze al een beetje voorbij zien komen op de Kooi Cave apps. Ja. Je hebt sponsoren en topsponsoren. Leg even uit, Theo, want... Nou ja, kijk, in feite is het ook een kwestie van budget. Dus een topsponsor die betaalt gewoon meer dan een sponsor. Maar ze zijn ons alle twee ontzettend lief, hè. Laat ik dat, en dat geldt ook voor vrienden. Maar om het duidelijk te maken, de topsponsoren, daar willen we echt heel veel activiteiten mee ondernemen. En zoals die op dit moment, is de Yoshiki Koi Farm is een topsponsor. En Kiyomizu Koivoer, die zijn topsponsor. Dan hebben we Bimax als sponsor, Biogrow is een sponsor en ik kan je wel verklappen zonder dat ik daar nu echt die concreet over kan zijn, maar dat er komen nog wel wat sponsoren bij, maar goed, dat is voor de volgende Kooi Cave nieuws. Dus ja, en daar gaan we heel veel mee doen. Nou, dat is mooi. Ja. En zit er ook nog wat in het vat. Zeker. Dat is altijd is een goede zaak. En blijven ontwikkelen. Naar uitkijken. Ja, blijven ontwikkelen. Buiten deze sponsoren hebben we dus ook nog nieuws over kennisdelen. Ik heb al begrepen van jou, Theo, dat een van jouw speerpunten was van deze vereniging. Dat klopt. Kennisdeling. Ja. Nou ja, weet je, dat zoals we hier aan tafel zitten. De studio begint nu met de nieuwe. Nou ja. Ja, het is geen voorraad. Het is natuurlijk geen nieuw VNP waar we zitten. Nee. Maar dat klopt. We gaan dit jaar echt, en daar ben ik heel blij mee, dat we nu echt dit
deze winter- en najaarsperiode echt veel aan kennisdeling kunnen doen. Dus we gaan seminars organiseren. We noemen het ook topseminars. En we gaan daarin echt een stapje verder. Dus het is weliswaar bijvoorbeeld Kiyomizu en Biogro die presentaties doen in het ochtendprogramma waar het gaat om waterbelasting. Maar bijvoorbeeld Kiyomizu die gaat dan wel een wetenschapper dat laten presenteren. Dus het gaat veel verder dan het verkopen van een zak voer. Dat gaat echt niet, is echt niet aan de orde. Nou, het is niet productinformatie, zeg. Eigenlijk niet. Het is puur informatie over voer in zijn algemeenheid en over spijsvertering, over netto eiwitbelasting. Allemaal, je gaat daar werkelijk verrijkt weer naar huis. En ik weet, ik durf je nu al te zeggen dat dat eerste onderdeel wordt dan waterbelasting. Dat is het ochtendgedeelte, zeg maar, tot aan de lunch. Ja, daar gaan we ook Biogro aan het woord laten met zeg maar de microbiologie in je filter en in de vijver. Ik denk dat mensen daar echt nog verbaasd van gaan staan wat ze daar. Ja, dus het is niet alleen puur op voer gericht, maar gewoon het complete plaatje. Nou ja, weet je, we hebben er met elkaar over gehad en eigenlijk is het Gerard geweest die de naam waterbelasting. Kijk, je probeert het maximale natuurlijk uit die vissen te halen en daar spelen allerlei factoren een rol in. Maar wat je ook doet, je bent wel je water aan het belasten. Ja. En dat is het gevolg van waar wij mee bezig zijn. Ja. Ja, en hoe ga je daar nou zo goed mogelijk mee om? Nou ja, daar hebben we dan sprekers en wat we er inderdaad doen, we tillen dat naar een wat hoger niveau. Het middagprogramma is, daar laten we een dealer aan het woord, waar we mee willen samenwerken. En dan gaat het meer over het selecteren van kooi. In de eerste keer is Almere, ja, die is uitgekocht. Goeie zaak. De eerste keer dat is 27 november. 27 november, ja. En die is uitverkocht. En daar gaat Joris Abe van de Yoshiki Koi Farm gaat die zijn verhaal uiteenzetten. Ja, en dat zijn altijd geweldige bijeenkomsten. Op 15 januari hebben we alweer de volgende. En die doen we dan opnieuw met Kiyomizu en met Biogro. En in de middag zal het Siebe zijn van de Kooipage die daar zijn hele verhaal. En dat wordt in Van der Valk in Uden. Ook dat zal gratis toegankelijk zijn, maar daar wordt ook een lunch verzorgd, noem het allemaal maar op. En we zijn inderdaad met de partijen in gesprek dat we proberen ook dat ochtendprogramma toch nog wel wat te veranderen. Zodat je, als je daar een tweede keer zou willen komen, ja, dat je niet twee keer hetzelfde opgeleverd krijgt. Nieuwe feiten of ja, nieuwe dingen. En voor de maanden februari, maart, daar hebben we nog niet een locatie. Maar dat gaat op zeker wel komen, want de gesprekken zijn al gaande. En dat zijn ook de seminars? Dat zijn allemaal de seminars, ja. Okay. Even resume, 27 november in Almere. Waterbelasting en kooiselectie. Sprekers is daar van Yoshiki Koi. Is daar Biogro ook aanwezig, ja, in Kiyomizu? Erik Wijma is daar aanwezig en Kiyomizu is daar ook aanwezig. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we 15 januari in Uden bij Van der Valk. Ook daar hebben we dan de sprekers van Biogro en Kiyomizu. En daar komt dan ook nog Kooipage bij. Ja. Ja, zeg ik het zo goed? Zo zeg je het goed. Oké. Okay. Dan hebben we ook nog een kooi-congres. Ja. Dat klinkt wel heel erg fancy, hè? Ja, nou, maar het spectaculair heb ik begrepen dat zo. Nou, dat wordt het ook. Het is zelfs zo spectaculair dat ik er nog niet alles over ga vertellen. Oh. Dat wordt maar een uurtje. Nee, maar het is wel, de datum is vast, 16 april. Twee topsprekers liggen ook vast. Dat zijn twee hoogleraren van twee topuniversiteiten. De een zal gaan, laat me zeggen, over dat onderwerp waterbelasting. Dat is de absolute nummer 1 van Nederland. En de ander die gaat spreken over stress bij vissen.
Ook dat is. En je hebt al namen? Of wil je dat niet dat wil ik nu nog even voor me houden. Oké, houden we dat nog even geheim? En de locatie, die houden we ook nog even voor, want dat is ook een, ja, een toplocatie. Ja. Maar ik zou zeggen, maar die zal niet gratis zijn, omdat het, ja, alles bij elkaar is. Het gewoon, wordt het, maar het wordt wel value for money en het wordt nog steeds betaalbaar. In ieder geval een inkomst waar je echt ja, dan moet, ja, daar moet je wel naartoe. Dat, ik zou daar, en dan valt echt iets te leren. Wanneer valt, bekend, wanneer de, nou weet je, het zijn van die dingen waar, we hadden het in de auto onderweg hier naar de studio, ja. Had ik het er met Marco nog even over. Ja. Bijvoorbeeld over zoiets als flow in een filter. Dus dan krijg je van die dingen van ja, contacttijd. Ja. Moet het 12 minuten of ja. Mag het seconden werken? Nou, als je nou naar dat seminar gaat, of de, naar die, dat congres, ja. Dan heb je daar geen discussie meer over. Want degene die je daar gaat vertellen, die weet het. Die weet het echt. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld het verschil tussen autotrofe en heterotrofe bacteriën. Ook zo'n verhaal. Ik durf er maar, ik gooi hem er maar even in. Ik kom niet van mijn nitriet af. Oeh. Weet je? Je filtert veel te schoon. Daar moet vervuiling bij, want anders krijg je je nitriet niet weg. Nou, dat verhaal. Ik zal niet zeggen dat die man daar korte metten mee maakt. Misschien zegt hij wel, ja, dat klopt helemaal. Ja. Maar dat gaat zeker aan de orde komen. Ja. Oké, moeten we daar ons al voor opgeven? Nou, ik zou het wel doen, want ik denk dat, ja, we hebben een zaal, daar kunnen de 100 in. En dan houdt het ook echt op. Dus stuur het naar info. Maar ja, je kan je erop opgeven, alleen de prijs die zal tussen de 50 en de 60 euro. Maar dat kan nog niet. Dat kan nog niet, want we hebben nog geen datum. Dus, 16 april. Oh ja, 16 april. Ja. Ja. Nou ja, goed, je hoort het. Er is veel te doen voor kennisdeling. Je kan het altijd opzoeken in de agenda van de site www.coycave.nl. Daar hou je het in de gaten en geef je op door een mailtje te sturen naar info@coycave.nl. Nou, waar je ook nog een stukje kennisdeling kunt doen, is natuurlijk de cursussen. Ja, zoals je, zoals iedereen wel weet, hebben we een samenwerking met de Coy Academy. En ja, dat is een groot succes. De afgelopen jaar zijn daar echt vele hobbyisten van Coy Cave. Ja, het stroomt eigenlijk meteen vol. Ook je daar, krijgt ook, daar krijg je ook werkelijk gewoon volgens mij een tientje korting op zo'n cursus als je lid van Coy Cave bent. Dus het is ook nog eens een keer financieel aantrekkelijk. Maar we hebben daar ook voor het komend jaar, staat er weer een mooie agenda. Zelf haast langskomen, tenminste en allemaal nieuwe datums, nieuwe cursussen. Ja, en als er eentje tussenuit valt, dan is er altijd ook weer, een cursist. En dan wordt er meteen een oproep gedaan van, er is toch plek. Ja. En dan kan je in de Cave Talk, of op de Cave App, kan je daar... Zeker. Dan kan je ook weer aanmelden om daar mee deel te nemen. Nou, volgens mij de Coy Academy site kan je het ook zien. Oké, ja. Natuurlijk ook. Ja, ja. Heel goed. Oké, dan hebben we natuurlijk ook nog het Coy Cave Café. Ja. Waar is deze keer? Ja, deze keer is die in Groningen. Heilige Lee. In Groningen. Ja, ik zat echt te denken. Groen. Heilige Lee. Ja. En dat is op 26 november. En ik moet echt zeggen, die Groningers hebben dat al eerder gedaan. Hè? Dan die chapters en de leden daar onder elkaar. Dan, het is ook al eerder in Heilige Lee geweest. En dat is echt. Dat was een succes toen. Dus ja, dat is een succes. Zal ook wel weer succes. Weer gezellig. Ja, er zijn heel veel kooi-hobbyisten in Doorn. Nou, ik ben benieuwd hoeveel Brabanders er naar Groningen trekken. Ja, die kunnen nu niet laten afweten natuurlijk. Hè? Nee, ja. Maar ik ken er in ieder geval één. Ja. Dat is zeg maar een Brabantse Rotterdammer. Nou, die kan maar direct controleren dat natuurlijk. Ja. Oké, nou, we zullen het meemaken wat daar te beleven valt. En we zullen ongetwijfeld foto's voorbij zien komen en filmpjes.
wat vastgezannen. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog afgelopen jaar een aantal kooishows gehad. En die hebben we natuurlijk komend jaar ook. De Tossai en Bonsai Show. De Vossenberg. Ja. En we hebben Kooishow Noord. Ja, dat klopt. Zal ik meteen de data's even vermelden? De Vossenberg, dat is 20 en 21 mei. En de Kooishow Noord is 15 en 16 juli. Zijn er daar nog veranderingen ten opzichte van vorige shows? Ja, het lijkt. Er verandert bij ons altijd veel, heel veel, in de jaren tijd. We zijn met een team, zeg maar het waterteam onder leiding van Bjorn, zijn we nu bezig om. We gaan andere vaten gebruiken. Dus we hebben die vaten ooit eens een keer gekocht uit die oude Kooi 2000 inboedel. En ja, dat zijn hartstikke mooie polyester vaten. Maar die gebruikten wij eigenlijk de laatste keer op Kooishow Noord als om water mee te wisselen. Maar we hebben echt besloten, ja, nu gaan we die vaten gaan we helemaal weer wedstrijd klaarmaken. Maar los dat we die vaten netjes weer gaan maken, gaan we ook op al die vets, die krijgen een individueel airlift filter met zeoliet. Want we hebben wel gemerkt dat de combinatie van continu verversing met zeoliet, maar wel alle twee, dus alleen zeoliet is niet genoeg. Maar als je zeoliet doet in combinatie met waterverversing, dan werkt dat heel erg goed. Alleen we willen niet dat die vissen zich beschadigen. Dus we gaan dat filter gaan we zo plaatsen dat die vissen er ook niet achterlangs kunnen of dat ze zich niet aan kunnen beschadigen. En dat is best spectaculair, we gaan alle vets individueel verwarmen. Zo. En ja, in deze tijd? In deze tijd, ja. We zijn dus nu verplicht. Ook. Geld speelt geen rol. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat wij zelf op een mooie zomer. Ja, nou ja, weet je. We hebben in het afgelopen jaar gewoon gezien wat grote temperatuurverschillen doen met showvissen. En daar willen we absoluut dat zien te voorkomen. Ja, en dan heb je temperatuurverschillen puur op dag en nacht, zeg maar. Nou, maar ook is van, jij hebt jouw vijven, ja. Bijvoorbeeld met je wedstrijdvissen, heb jij op 24 graden. Op 24 graden. We gaan naar de show en het is 19 graden. Ja, of nog kouder als ik weg heb. Dus een deelnemer kan dan zelf aangeven, ik wil hem ook zo. Nou, we gaan het nu allemaal testen. We hebben die eerste verwarmingen, vergeet niet, 3000 watt kunnen ze aan. Ja. En ze staan natuurlijk niet permanent aan, maar in de meest ideale situatie, dat kunnen we nog niet 100% garanderen, gaat een deelnemer gewoon zeggen, ik wil mijn vat op 22 graden. En dan gaan we daarvoor zorgen. En ja, daarmee creëer je natuurlijk een waterkwaliteit waar mensen dan hun vissen aan kunnen toevertrouwen. Ja, maar dat is wel een super ontwikkeling, want ja. De drempel om niet mee te doen. Kijk, heel veel mensen, ja, het blijft toch een dingetje je vis 2 of 3 dagen in zo'n vet te zetten. Ik zou je eerlijk zeggen, voor mijzelf is de eigenlijk de norm, zou ik mijn vissen zelf in mijn eigen show mee laten doen. Maar ja. Op die manier wel. Ja. Dus dat is iets waar we deze winter hard mee bezig zijn. En zo gaan we in de Vossenberg dat doen. Los daarvan gaan we bij de Vossenberg ook de grote Jumbo vets neerzetten. Dus dat zijn de 11.000 liter vaten. Dat zijn er 6 of 7. Die worden bij Vis en Vijverland, die gaan ze herstellen. Dus daar waar het nodig is. Maar ook die gaan we neerzetten. Dus het wordt echt wel. Ja, het Vossenberg wordt wel heel spannend. Maar jullie zullen grote vaten hebben dan voor Tossai? Nou ja, dat is het hele verhaal. Wat wij gewoon merken is, we gaan die Tossai show, die houden we in ere. Want we willen wel bereikbaar houden voor alle hobbyisten. Maar we zien wel dat die show, die was zo populair met bezoekers. Ja, je wil daar ook best grote vissen. Ja. Dus we zien ook wel kansen voor jumbo's en de gewone wedstrijd. Dus het wordt echt, ja, het wordt gewoon een grote. Wordt gewoon een grote wedstrijd. Dan wordt het gewoon weer een show zoals. Nou ja, maar wel met een aparte Tossai wedstrijd. Okay. Dat wel. Dat houden we erin. Dat houden we er wel in.
En voor de, het totaalplaatje zijn gewoon alle vissen te zien. Okay. Ja. Goed, dat zijn ook natuurlijk vraagstukken, want als ik dan mee zou willen doen met een tossoi en met een grote, moet dat dat zijn precies de gesprekken die we nu hebben. Ja, precies. Dus dat, dat zijn inderdaad wel de uitdagingen. Nou ja, en in Noord geldt hetzelfde. Ja, daar zijn we ook volop in gesprek met. Ja, het gekke is dat Noord is ook voor alle dealers gewoon bereikbaar. Maar we zijn met 4 dealers daar in gesprek. En dat is MF Kooi, Friesland Kooi, Kooi Centrum Sneek en AB Kooi. Hebben we een gespreksgroep samen met Peter Boetes als chapter in Groningen, maar ook ja, overkoepelend en met Henry en ikzelf. Om dan die kooisje ook weer handen en voeten te gaan geven. Oké, okay, misschien kunnen we daar de volgende keer meer over vertellen. Ja? Ja? Ja. Nou, mooi. Wat ik wel nog even wil vermelden, we hebben toen in de Tossa en Bonsa Show, of er was algemeen een oproep geweest voor een kleurwedstrijd en een vraagstelling van hoe zouden we ons mascotte gaan noemen. Daar is heel veel animo van geweest, tenminste er is heel veel op gereageerd en er is een uitslag gekomen. Hè? We hebben een naam. Ja, ik zal nog even vertellen hoe dat is gegaan. Wij hebben, dat is ook zo ontstaan eigenlijk, een soort team die zeg maar de merchandise en zo van de vereniging doet. Dat zijn de dames over het algemeen en ja, daar doen we voor die kinderen doen we gewoon veel. He, want ja, dat is gewoon leuk, dus dan verlaagt het met kleurplaten. Maar dat hebben we gedaan zowel in onze eigen show op het Vossenberg, we hebben het in de Oldenzaal gedaan. En al die shows hebben gewoon al die platen en al die namen eigenlijk verzameld. En op Kooi Show Westland in Naaldwijk hebben we dan de bekendgemaakt wie daar de winnaars van zijn. Nou, de mascottennaam is uiteindelijk geworden Carpi. Toepasselijk. Ja. Maar kom er maar op. Ja, maar op dus Carpi. En daar gaan we ook voor. We gaan dus weer een nieuw shirt uitgeven voor volgend jaar met Carpi. Dus dat wordt wel leuk. En dat is gewonnen door Sverre. Sverre, die heeft dat bedacht. Dus die gefeliciteerd daarmee. En de kleurwedstrijd, die is gewonnen door Jorik. En ja, hartstikke leuk. En waarschijnlijk gaan we volgend jaar gaan we weer zo'n kleurwedstrijd. En die tekening komt ook op het shirt te staan. Nou, dat is misschien niet eens zo gek. We gaan het zien. Ja, maar het is een soort moderne kunst. Ja. Maar oké, okay. Nou leuk. Ja. Dan gaan we naar de volgende. En dat is... Ja, we zijn natuurlijk een kooi cave vereniging in Nederland met allerlei chapters, maar Kooi Cave goes international, heb ik gemerkt. Ja. Dat is begonnen als een soort van grap, heb ik begrepen, maar dat begint te ontwikkelen. Ja, nou, hoe is dat gebeurd? Wij stonden met een aantal kevers op Arsen. Bij de prijsuitreiking te kijken en er kwamen twee Engelse kerels en spraken ons aan van we love your merchandise, looks awesome en dat waren dus Jack, ook wel bekend als de Balding Reef. Ik kende hem echt niet hoor, maar dat lag aan mij, want die heeft echt een groot YouTube kanaal en een groot bereik. En zijn maatje John Dunn. En ik zei, nou ja joh, ik zeg, ik kan voor jullie wel een shirtje verzorgen als je dat wilt hoor. En en we hebben elkaar later nog gezien. Toen bleek gewoon dat hij bij de Yoshiki Koi Farm ook heel veel komt. Omdat hij importeert veel van die vissen in de UK. En toen wilde het toeval dat ik met Stefan Swinkels en met Paul, was ik op een gegeven moment in Polen in een weekend. En dan was hij ook met een heel gezelschap. Ja, en toen kon het niet meer missen. Ik zeg... Toeval bestaat niet, hè? Nee, zo ben ik ook. Inderdaad, toeval bestaat niet. Dan heb ik ook, er moet nu iets gebeuren. En toen ben ik naar John Dunn. Ik zeg,
je snapt natuurlijk wel. You snap het wel. You snap het wel. Ja, want hij snapt de next one op die manier. The two of you. Jullie worden gewoon onze eerste kooikeefleden in het Verenigd Koninkrijk. En jij gaat gewoon zorgen dat dat UK chapter, dat dat gaat groeien. Hij zei, ja, maar wat krijgen die leden dan? Ik zeg, een mooi t-shirt. Aan alle voordelen wat er aan hangt, hè, van een kooikeefleden-maatschap. Ja, en wat je gewoon, je moet ook niet al te bang zijn, gewoon soms ook dingen gewoon doen en in het diepe springen. Maar hij, ja, dus die twee die zijn zo enthousiast, dat ja, inmiddels hebben zich al meer dan 60 man aangemeld om lid te worden van Kooikeef UK. Ja, dus dat gaat als een vlek over Engeland heen. Ja, maar ja, we gaan ook, dat is ook wel het idee, want het zijn gewoon, ja, echt ook gewoon fanatieke hobbyisten, om uitruil met elkaar te doen. Zij komen hier bij Vijvers kijken, wij gaan bij hun Vijvers kijken. Ja, ze zijn ontzettend enthousiast. Ja, en we gaan ook nog een, samen met Yoshiki Koi gaan we ook nog een hele spectaculaire grow-out wedstrijd doen. Ja, ook een beetje Nederland-Engeland, maar wij denken dat we het wel zover kunnen krijgen dat we daar België, Duitsland, misschien Frankrijk op aan kunnen laten slaan. Een Eurovisie Songfestival. Het moet niet echt worden. Joh, weet je wat dat is? We zien gewoon hoe het komt en we zien het wel. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. En je blijft wel bezig. Ja, je blijft van de straat. Ja. 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 We hadden toch niks te doen. Nee. We hadden toch niks te doen. Nee. Dat brengt ons bij onze technisch item. Maar er was dit keer geen technisch item. Maar in plaats van een technisch item hebben we wel een ander leuk filmpje. Het is gemaakt door onze razende reporter Marco Spruit. Wel bekend onder de app leden. Ja, en tegenwoordig belangrijk lid van het livestream team. Ja, zeker te weten. Nou, Marco die trok de stoute schoenen aan, want die ging op bezoek bij Glenn Bastiaanse, de ontwikkelaar van de Pond Manager app, hè, die sinds enige tijd er is. Dat is een kooikevers gratis programmaatje, voor kooikevers, gratis programmaatje, om al die kooigegevens in te verwerken. Ja, alleen hier al, dan zul je daar ook zien, dan hier word je alleen al lid voor. Ja. Want dan kan je ja, ik ben er bijna aan de gang geweest met dat programma, maar dat is echt gewoon hartstikke leuk. Ja, en die Glenn, die gaat zo hard. Dus wat hebben dat programma, heeft hij een half jaar geleden deze keer voor de eerste keer geïntroduceerd. En ja, toen kon het niet zo heel veel. Maar ja, het is echt zo'n whizkid. Ja. Ja, die gaat als een sneltrein. Ja. En het is ook exclusief, hè? Het is echt de mensen, het feit dat, dat wij het gratis ter beschikking stellen. Ja, voor niks gaat natuurlijk de zon op, dus we hebben met Glenn echt wel een deal moeten maken. Maar wij vinden het inderdaad. Hij krijgt ook een t-shirt. Glenn krijgt gewoon een t-shirt. Ja. Ja hoor, daar zijn we niet moeilijk over. Nee, maar het is inderdaad wat jij zegt, het is een schitterend programma. Ja. Ja. Echt, nou ja, we gaan het zien. Marco heeft er een schitterend filmpje van gemaakt, al zeg ik zelf. Ja. Ik had het zelf bijna niet beter kunnen maken. Bijna, hè? Bijna. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja, geniet ervan. Mooi. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, kooikevers. Ik ben hier bij Glenn. Glenn die gaat ons iets nieuws laten zien. Wat hij heeft ontwikkeld om de kooi hobby wat makkelijker te maken en wat overzichtelijker te maken. Dit is voor het eerst dat we voor de camera praten alle twee. Dus excuus ons van een klein beetje een ongemakkelijkheid af en toe. Maar het komt helemaal goed. Glenn, goedemiddag. Hartstikke bedankt dat ik langs mocht komen. Graag gedaan. En dat je zeg maar je app wil uitleggen. Ja. Vertel me eerst eens even, wie ben je, wat ben je, wat doe je met de kooi? En gewoon een beetje wat van jezelf, alsjeblieft. Ja. Nou, mijn naam is Glenn Bastiaanse. Ik sinds mijn 18 ongeveer met de kooi hobby bezig. Ben ik begonnen bij mijn vader thuis. Zo was spelen, hè? Zeker waar. En dat begon met wat goudvisjes. En van goud kwamen daar kooi in. En het moest steeds groter. Ook al wou mijn vader het niet altijd. En daar hebben we meermaals de
de vijver verbouwd. Nou, sinds een jaartje woon ik nu op mezelf en heb ik nu ook mijn eigen wijn. En zodoende ben je ook erop gekomen om iets te gaan verzinnen dat het allemaal wat overzichtelijker en simpeler gaat. Ja, bij mijn afstuderen heb ik eigenlijk een onderzoek gedaan naar wat de wensen waren van gebruikers. En eigenlijk daaruit is het begin van Pond Manager gerold en na het afstuderen ben ik het steeds verder gaan ontwikkelen. En, totdat het is wat het vandaag is. Precies. En wat kunnen wij nou precies als hobbyisten nou echt met Pond Manager doen? Wat geeft het ons nou echt aan voordeel om dit te gaan gebruiken? Het gaat sowieso over de watermetingen, maar ook de statussen van je vissen. Dus voor mij is het persoonlijk heel fijn dat ik overal altijd kan zien. En stel ik ben met een andere hobbyist aan het praten, dan kan ik altijd de status van mijn vijver laten zien. Waar ik ook ben, want dat is alle mobiele apparaten ook gewoon te bereiken. Je pakt het er makkelijk bij, je ziet de huidige status van je waterwaardes. En niet alleen van je waterwaardes, je kunt ook aan je mede-hobbyisten laten zien hoe je vissen er op dit moment uitzien. Welke vissen heb je, wat is de groei geweest, enzovoort enzovoort. Maar het voornaamste is gewoon alles op één centrale plek en van overal benaderbaar. Oké, dus je kan echt vanaf als je zeg maar in de Tooswijk koopt. En dan kan je je toosheid erin zetten met alle maten, alle kleuren, alle variëteiten. Ja. En dan kan je tot aan, zeg maar, totdat die beste jongen de hemel in gaat, kan je aan precies kijken hoe die is gegroeid, wat die is gegroeid, hoe zijn ontwikkeling is gegaan. Ja, en niet alleen met cijfertjes, ook foto's met elkaar vergelijken. Dus zo kun je altijd mooi de voortgang van de vis zien. Oké. Nou, ik zou zeggen, ik denk dat het leuk is om ook even te zien waar die dan zo'n pompmaster voor gebruikt. Dus dat gaan we buiten, of pompmanager zeg ik het weer. Pompmanager voor gebruik. Dus we gaan ook even bij zijn mooie vijver kijken. Dan kunnen we ook wat meer zien wie Glenn is en hoe hij zichzelf zo'n hobby doet. We gaan even richting de vijver van Glenn. Zodat jullie ook kunnen zien dat het zelf ook echt een kooifanaatje is, een verwend kooiliefhebber. Deze vijver heeft hij nog niet zo lang geleden gebouwd. Draait voor het eerst. Nou, en ik moet ook zeggen, als je nou zo'n vijver kan hebben na één jaar, dan mag je toch zeggen dat je er wel verstand van hebt. Dus zijn vissen zien er prachtig uit. Het zijn toch één op één plaatjes, zou ik zeggen. De vijver is hoeveel, Glenn? Hoe groot? 26 kuub, 5x3, 1,60 diep. En zoals je zei, begin dit jaar in mei gebouwd. En super blij mee. Ja toch? Nou ja, dat mag je ook gerust zeggen, want dat ziet er echt prachtig uit. Zo, nou, dan gaan we weer verder. We hebben ammonia gemeten en we hebben nitriet gemeten. Dus nu weten we de waterwaardes en wat gaan we nou doen in de Pond Manager? Ja. Laat het eens zien, Glenn. Ja, je hebt verschillende manieren om bij de watermetingen te komen. Je hebt hier onderin rechts altijd een groen kruisje om snel een watermeting toe te voegen. Maar laat ik nou even de andere manier laten zien. Wanneer je bij de details van de vijver bent, kun je gemakkelijk hier op watermeting toevoegen. Of weer rechts onderin op het groene plusje. Nou, we gaan eerst de nitriet toevoegen. Die is 18. En dat was hem al. Dat was een hele snelle meting. Nou, dat is mooi. Kijk, en dan hebben we het. Even kijken, ik zal even naar beneden scrollen. Hier staat hij. De nitriet. En pakt hij nou de datum automatisch of moet je dat zelf? Hij vult altijd automatisch de datum van vandaag in. Zeer? Maar je kunt altijd met terugwerkende kracht toevoegen. Okay. Nou gebruik ik toch even het groene plusje. Dan gaan we nu even naar ammoniak. En dan gaan we in het lijstje, kun je nou kiezen. Die is 0.04. En je kunt ook nog een beschrijving bijzetten. Bijvoorbeeld, dit is gemeten met een Hanna-meter. Zie je, beneden boven Hanna. Daarna zet je je meetwaarde erin. En dan komt die automatisch weer in het lijstje te staan bij ammonia. Met datum ervoor. Ook direct in de... In de grafiek. Ja. Kijk, jongens, en zo kan je dan heel makkelijk bijhouden. Dat mijn ammoniak omhoog gaat. En hij is echt te veel aan het voeren op het einde van het seizoen. Ja, dat was de watermetingen toevoegen.
Zullen we een vis bekijken? Simpeler dan dat kan eigenlijk bijna niet, hè? Kijk. Ja, dan gaan we eens even kijken. Heb jij toevallig ook een vis die je vanaf het begin af aan hebt bijgehouden qua foto's en dat je dat kan laten zien? Laten we even zo eerst in de vijver opzoeken. Ja, kijk, dat is hier heel mooi. Je hebt dus echt een heel lijstje. Alle vissen heeft hier zo met foto's staan. En dan staat daarnaast in de variëteit en de kweken. En de dealer waar die gekocht hebt. En hoe lang die op dat moment was. Nou, we hebben hier een karassiekooi. De karassiekooi die zwemt nu daar. Nou, als je nou ziet, dat is een prachtig plaatje geworden. Die heeft hij gekocht bij MP Kooi. Het is een karassiekooi van Marudu. En op het moment dat hij hem gekocht hebt. Even kijken, was hij? 27 centimeter. 27 centimeter op 7-5-2020. We zijn nu de laatste meting die hij heeft gekozen. Daar heb ik al eentje foto toegevoegd, zie ik. Nee, het was 23-6-2022. En toen was hij 61 centimeter. Ja. Dus een groei dat jaar van 8 centimeter. Ja. Nou. En wanneer je dan... dit zijn allemaal leuke cijfertjes natuurlijk. En je kunt gewoon op de fotootjes klikken. En dan krijg je een voorbeeld van een snelle weergave van de afbeelding. Ja. Maar zou je die nou gedetailleerder willen bekijken, heb je ook de mogelijkheid om vislengtemetingen met elkaar te vergelijken. Zo. Sinds kort kun je zelf de metingen kiezen. Dus laten we eens van de laatste foto en de eerste foto met elkaar vergelijken. Dan nog even een foto in het tussenmoment. En de laatste foto die we hebben. En zo zie je in één opzicht wat de vis heeft gedaan vanaf het begin tot en met de laatste foto. Zo, dat is mooi, hè? Dus alles staat erin en je kan op alle tijden gewoon letterlijk alles zien. Nou is het wel prachtig dat hij hier een veel dikkere body heeft gekregen dan daar. Dus hij is daar iets meer op lengte gegroeid, denk ik, en toen daar op de body. Mooie vis, jongens. En zo zie je, het is zo makkelijk om te gebruiken. Als mij waren een echte toevoeging aan je hobby. Nog een leuke toevoeging in Pond Manager. Je hebt je data van je vissen niet alleen, maar stel je bent thuis en je hebt contact met een van je kooivrienden en je wilt graag de voortgang van je vissen laten zien. Dan heb je sinds kort ook de mogelijkheid in Pond Manager om jouw vissen publiekelijk te delen met jouw vrienden. Wanneer je naar de detailpagina van een vis gaat, krijg je hierbovenin een knop met delen. En dan krijg je daar de mogelijkheid om de kopieerde URL of te delen op Facebook of op Twitter. En wanneer je op een mobiel apparaat zit, krijg je zelfs de mogelijkheid om te delen op WhatsApp. Ja, ik wil je echt heel erg bedanken dat je dit hebt laten zien. Ja, bedankt. En ik denk dat wij als Kooikevers hier een goede aanwinst voor hebben. Ja. Dus. En mocht je vragen hebben, functionaliteiten missen of het niet lekker werken, ideeën hebben voor Pond Manager, laat het vooral weten. En dan kunnen we kijken wat we wellicht voor je kunnen betekenen. Oh ja, en trouwens, wat is de site waar ze het kunnen vinden? www.pondmanager.nl. Ja, simpel omdat dat kan niet. Hey, fijne dag allemaal. Super. Fijne avond eigenlijk, want met de stream is het avond al. Oké. Fijne avond en we zien elkaar weer voor de volgende. Groetjes, doei doei. Hoi, zo weer op de terugweg naar huis. Maar ik wilde toch nog even wat kwijt hoor. Het zit me nou de hele tijd in mijn hoofd. En ik moest dit nog even zeggen. Iedere kooi hobbyist die maar enigszins wat tijd aan zijn kooi en aan zijn vijver heeft, kan eigenlijk er niet omheen om dit te downloaden. Om dit programma gewoon in gebruik te gaan nemen. Wat een makkelijk en simpel en top systeem is dit eigenlijk ook. Het is zo makkelijk om al je waterwaardes in de gaten te houden, te registreren. Je ontwikkelingen van je vissen in de gaten te houden. Gewoon het simpel alles delen met je vrienden op een klik na, weet je. Je klikt iets aan en je deelt iets en klaar. Een ander krijgt meteen alle informatie te zien. Krijgt meteen alle foto's te zien hoe de vis in Tosai was, in Nissai was, in Sansai. Gaat zomaar door. Je kunt er letterlijk alles in zetten wat je wil. Ik vind het echt een top programma. Dit is een programma, daar heb je wat aan als je heel serieus op hoog niveau met kooi bezig bent.
En het is een programma dat als je gewoon zeg maar de huistuin en keukenkooi hebt, waar je gewoon ja, ook wil zien hoe je vissen ontwikkelen en alles wat ertussen zit. Dat maakt helemaal niet uit hoe je met je hobby bezig bent. Dit is echt een aanwinst op je kooihobby. Dus ik zou zeggen, jongens, ga naar de site. Ga naar Glenn. Vraag naar Glenn als je vragen hebt. Stuur hem een mailtje, want dan geeft hij ook aan. Heb je nog vragen, kom je ergens niet uit. Of je hebt nog ideeën van wat je nog zou willen hebben in de app, in de programma. En hij gaat ervoor zorgen. Dus ja, je bent gek als je het niet doet eigenlijk. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. En als je kooikever bent, dan mag het nog gratis ook. Dus ja, dan ben je helemaal gek als je het niet doet. Dus duimpje naar Glenn. En dankjewel voor de leuke middag. Maar ook ja, top dat je zoiets aan het maken bent. Echt helemaal top. Gewoon doen, jongens. Echt waar. Gewoon doen. Hey, doei. Nou, dat was een leuk filmpje. Leuk filmpje. Ja, dan moet ik erbij zeggen, voor zijn eerste keer. Hè? Dus dan... mijn eerste filmpje was niet zo goed hoor. Nee, precies. Ja, en dus... ik vond dat begin aan mijn eerste filmpje, dus... Ja, waarschijnlijk zal hij er nooit van komen. Nou, denk ik niet. Nee, nee ja, precies. Oké, okay, maar ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Zijn er op- of aanmerkingen op het programmaatje waar je denkt van... Hé, hey, hier loop ik tegenaan. Opbouwende opmerkingen. Opbouwende kritiek. Ja, maar Glenn die wilde graag horen. Ja, ja. En daar heeft u geloof ik ook een... Ja, op die site staat een mailadres. Dus als je dan wat hebt, dan kun je dat mailen. Ik heb het ook een paar keer gedaan. Oh, dat heb je al een paar keer gedaan? Ja. Oh, dat is hartstikke netjes. Heeft u ook meteen al aangepast? Eén dingetje niet, ander dingetje wel. Oh, dus ja. Goed zo, mooi. Andere international, de Polen trips. Ja. Helsinki boy trips. Ja. Trip, maar dat was een trip. Maar het gaat rising. Ja, weet je, het is natuurlijk, ja, dat is nou zoiets van, je gaat ergens mee beginnen. Die olievlek. Ja, en toen dachten we van, nou weet je, laten we volgend jaar twee Polen trips doen. Maar ja. Dat zit zijn er nu drie. Die zitten al vol. En die zitten eigenlijk, ja eigenlijk zitten ze vol dacht ik. Ja, je kan me dat wel online is er ook houden joh. Ja, maar ja, het is ook super gaaf. Ja. En ik zag van de week een discussie, daar gaat dat dan weer over eurokooi. Op de een of andere manier, eurokooi, daar zit een soort... Vloek op. Ja, maar ook een soort naam van... Lage kwaliteit. Ja, daar verschiet je dus van als je naar die farm gaat. Dan zie je dat dat dus absoluut niet het geval is. Want ja, ik blijf dat niet in herhalingen halen, maar mijn eerste trip daar naartoe had ik ook zoiets. Mijn hemel, heel dat rotend naar die klote vissen. Ja, totdat je daar komt ja. En je denkt, het is nog steeds hetzelfde rotend, maar wel hele goede vissen. Ja. Ja, dan heb je het ervoor ja. Over. Ja, en een aantal, zijn daar gewoon heel mooi vissen. Hebben gewoon hele goede vissen. Ja, een aantal sceptici die ik vorig jaar nog sprak, die zijn inmiddels ook al om. Ik zie nou elke keer al filmpjes voorbij komen. Van kijk eens hoe geweldig dat het is. Ja, en we dus, hebben nu drie trips en ja, we kunnen, weet je het is, je wil er ook altijd als bestuur wel bij zijn. Maar ja, om nou vier, dat is gewoon niet meer in te passen. Dus we houden het bij drie en dan heb je het jaar erop ook weer wat. Ik bedoel dan. En we gaan heel veel andere dingen nog doen. Hè. Ja, ik zal meteen even de data nog even noemen. 4 tot en met 7 mei. Dat is de eerste trip. Dan hebben we 25 tot en met 28 mei. Dat is de tweede trip. En 7 tot en met 11 juni. Dat is de derde trip. Ja, en je zou jezelf nog bij wijze van spreken kunnen proberen op te geven. Want dat je met dat soort trips kan je in ieder geval als reserve staan. En in principe is het vol, hoor. Alle drie. Ik dacht het wel. Ja. Netjes. Ja.
Ja, misschien kunnen ze dan op een lijst komen staan voor 2024. Ja. Ja, ja. Oh, open even wat. Ja, ja. Ja, maar ja, het loopt een beetje uit de hand. Ja. Maar ja, shit, hè? Ja, eigenlijk zijn we er een beetje doorheen voor vandaag. Ja. Ik mis eigenlijk wel, hebben we niet iemand die met zijn handen vastplakt of zo? Of een strippende dame die... Ja, maar dat is wel leuk, dat vastplakken, want dat is maar plakken zonder plakken. Dus, dat is lijn die niet lijkt. Oh, dat is, ja, maar... Hij had ze wat wel al mee in plaats van een lijmstick. Ja, ja. Maar hoe is het jou gevallen, Gerard, de eerste keer? Nou, ik kan het beter aan jullie vragen. Dus, ja. Naarmate we verder gingen, ging het soepelen. Ja, nou ja, goed. En ik moet zeggen, Frank, we missen je wel hoor, jongen. Ja. Maar, de bitterballen. Ja, maar, al die Ajax-trollen, die missen we niet. Oké, okay, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken en voor het aanwezig zijn hier. Ja. De volgende keer misschien wel met gastsprekers. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja. Nou, we moeten gewoon weer live. Ja. Ja. Wil je lid worden? Dat kan altijd. Stuur even een mailtje naar info@kooikave.nl. En dan verder wens ik jullie allemaal een fijne avond. Tot ziens.